Hartelijk welkom bij de Ronde Tafel. Ik heb aan tafel Margreet Breukelaar van iMediators en Nico Wiggers, mediator. Vandaag gaan we het hebben over mijn partner is narcistisch. Komt dat vaak voor, Nico, dat je die uitspraak hoort? Ja, dat komt best wel geregeld voor. En daarom heb je ook vaak dat het uiteindelijk op een scheiding uitkomt. Ja. Is dat een scheidingsoorzaak dan? Dat iemand vindt dat de ander alleen maar aan zichzelf denkt en zichzelf zo belangrijk vindt? Ja, dan zeg je daarmee eigenlijk al dat een narcist alleen maar aan zichzelf denkt. Maar mijn karakteristiek bij een narcist is dat een narcist vooral probeert een ander te bespelen en naar zijn hand te zetten. Manipulatief? Over het algemeen nogal. Maar dat is dan een relatie tot die ene persoon. Maar het probleem is dan wel vaak dat als je als mediator erbij komt, krijg je net het tegenovergestelde te zien van iemand die zeer begaan is met de wereld en ook de beste man of de beste vrouw van de wereld is en zit in die relatie. En hoe herken je dan dat dat narcisme is? Ja, kijk, dat is niet van het ene op het andere moment te herkennen, maar het is een opeenstapeling van situaties, een casuïstiek die dan uiteindelijk komt dat ik als mediator zeg, ben geen psycholoog, maar van nou, dit is iemand met zeer sterke narcistische trekken. En vaak begint men eigenlijk al te denken van nou, dat is misschien wel een autist. Maar dat ligt wel in het verlengde een beetje van elkaar. Dus dat is mijn ervaring. Oké, hoe is dat bij jou, Margreet? Kom je ook van die mensen tegen die zeggen, nou, mijn partner is narcist? Ja, er wordt van alles verteld over partners. Hè? Als je in een conflictueuze situatie zit. Ja, dat kan me iets voorstellen. Ja. Dus het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Hè? Mijn partner of mijn ex-partner, of wie het dan ook wil noemen op dat moment, daar is iets mis mee. En herken je ook wat Nico zegt, van nou, als je dan binnenkomt, dan is het juist het tegenovergestelde wat je bijna ziet? Nou kijk, ik ben ook geen psycholoog, laat ik dat vind ik wel waardig om dat even te zeggen van tevoren, want ik durf niet daarin diagnoses te stellen. Dat gaat om jouw ervaring? Maar mijn ervaring is dat je natuurlijk met allerlei persoonlijkheden aan tafel zit. Waarbij in een conflict situatie een bepaald aspect van zo'n persoonlijkheid natuurlijk extra vergroot wordt. Dat herken ik wel. En wat zie je dan als vergroot iets? Nou ja, inderdaad het roepen van mijn partner is een narcist. Hè, dat als ik dan vraag, vond je dat 5 jaar geleden ook, dan was dat niet zo. Hè. Dus het is... De dingen worden ook geroepen omdat men in een conflict situatie zit. Dat zie je bij die ene partner, maar wat zie je nou bij die partner die narcist genoemd wordt? Daar zie ik een soort onverschilligheid bij. Een soort van, niet meteen een herkenning, een moment van herkenning. Oké. Okay, dat is wel als reactie hè, op die uitroep natuurlijk. Hè. Natuurlijk zie ik zelf ook wel eens mensen met waarvan ik dan denk dat zijn autistische trekken. En met wat voor soort trekjes denk jij dat dan? Maar wat moet iemand dan doen om te denken van nou, Margreet denkt dat ik narcistisch ben? Ja, manipulatief, dat herken ik wel in wat Nico hier zegt. Dat men ook jou manipulatief probeert te benaderen. Ook jou benaderen. Als mediator probeert te sturen. Ja, zeker. Dat herken ik wel. Ja, zeker. En een toppunt natuurlijk van dit is dat er nogal wat mensen zijn met narcistische trekken, die verwijt juist de partner dat hij narcistisch is. Mm-hmm. En dat hij of zij slachtoffer is. En als je dan doorvraagt en de analyse maakt, dan kom je gewoon tot de conclusie, ik zit hier met slachtoffer aan tafel, maar ik zit juist met de dader aan tafel. Ja. En dat is best wel heel erg lastig. Dat is lastig, want wat doe je dan? Ja, wat je dan doet, is je probeert heel voorzichtig te manoeuvreren. Want als je natuurlijk als een olifant door de porseleinkast gaat in dat gesprek, dan heb je het grote risico dat de mediation ploft. Of dat uiteindelijk de mediation wel slaagt,
Maar dat je klachten aan je broek hebt hangen als mediator, dat je wel erg partijdig was. Hmm. En ja, dat is best wel een uitdaging om eigenlijk degene met de narcistische trek de indruk te geven van nou, hou vooral de touwtjes in handen, maar je hebt ze niet van zin al lang doorgeknipt. En bij de ander van luisterers, je hebt altijd onder dat juk gezeten. Rustig aan, je komt rustig weer onder dat juk vandaan, onder die steen kom je vandaan en je komt uiteindelijk weer volledig in beeld. Kijk, die relatie tussen de narcist en de ander, ja, dat zal toch altijd een hele lastige blijven. En zeker als er nog kinderen zijn die ook nog bestuurd moeten worden, die nog wat gezag over is, ja, dan heb je toch nog wel een behoorlijk kluifje te doen. En dan is het heel erg belangrijk dat het ouderschapsplan spik en span is, noem ik het altijd maar zo. Oftewel dat daar geen nadere uitleg nodig is. Wat ik nog wel eens zie, dat is dat een organisatie die dan hulp verleent, vaak via het zorgdomein ingekocht door de gemeente, die maken dan een ouderschapsplan, zijn twee A4'tjes, onderwerp A nog nader te bespreken, onderwerp B nog nader te bespreken, allemaal nader bespreken. Ja, en dan gaat het naar de rechter. De rechter die kijkt gewoon op een paar onderdelen van is het goed uitgewerkt? Ja, maar er staan nog 25 andere dingen die nog wel uitgewerkt moeten worden. Ja, en dat moet je tijdens die mediation doen, want later heb je gewoon een probleem. Dus die manipulatie gaat dan door? Die heb je in wezen, ja, daar heb je de deur voor opengezet als ik jou zo hoor. Ja. Dat betekent dat je in de hele mediation echt heel veel details moet bespreken. Ja, ik bespreek de details waarvan ik denk, die moeten besproken worden. Maar ik ga heel bewust sommige details niet bespreken. Ik zie dat dan altijd meer als een soort van wond die is ontstaan. En ik ga die wond niet behandelen. Als ik denk van dat is niet constructief om tot de volgende stap te komen. Ik ben geen therapeut. Dan moeten ze naar een therapeut gaan als zij, laten we zeggen, oud zeer moeten wegmasseren. Maar hoe pak jij dat dan? Want er moet een convenant komen, er moet een ouderschapsplan komen. Ik zeg altijd maar zo, ik wil jullie hebben naar die ene stip op de horizon. Mm-hmm. En hoe we daar komen, dat is even nog de vraag. Maar we gaan er komen. En dat betekent ook dat ik nog wel eens aan kalkers doe, met de partijen apart praten. Wat ik ook nog wel eens doe, dat is, ik werk heel veel via WhatsApp. Dat ik een WhatsApp groepje maak en daar gaan mensen vanaf een bepaald ogenblik gaan ze op het WhatsApp groepje met elkaar communiceren over de kinderen. En ik kijk mee en ik heb wel eens meegemaakt dat de een ander letterlijk voor rotte vis uitmaakte. Nou, wat ik dan doe, degene aan wie dat geadresseerd is, zeg ik van luister, je bent als rotte vis nu uitgemaakt, je kan het beste zo en zo daar nu op reageren. Ja, en wat ik dan naar de hand aan de meneer zijn tafel hoor, is dat degene die de ander voor rotte vis heeft uitgemaakt, er eigenlijk spijt van heeft en denkt van wauw, er kwam toch nog wel een mooie reactie op. Ja, nou dat is leuk, maar dat heb ik dus met mijn andere cliënt in beeld gebracht, want ik wilde ze alle twee op een beetje op eenzelfde niveau kunnen brengen qua communicatie. En kijk, ik ben geen afwachtende mediator, ik ben een hele sturende mediator, waarvan ik steeds zeg, jullie beslissen. Maar ik zit hier niet alleen maar om uurtjes te maken, om te faciliteren, maar ik zit hier met jullie naar die stip op de horizon te komen. En ik pak jullie alle twee vast en we gaan die stip. En dan heb je dus die ene die heel erg manipulatief is, die wordt dus eigenlijk mede door jou enorm gestuurd. Ja. Hoe valt dat dan? Ja, dat valt over het algemeen best wel redelijk. Want in de caucus sluit ik een bondje met hem of haar. Oké, okay. Hoe doe jij dat, Margreet? Als je dat hoort van die bondjes, denk ik, nou, een beetje achterkamertjes politiek die hier wordt bedreven. Alles dient de zaak voor de goede zaak. Alles gaat dan goed. Ja. Ik hoor je net zeggen dader slachtoffer. Dat heb je natuurlijk vaker ook bij niet-autisten. Merk jij dat ook in vermenging? Ja, die dader slachtofferrollen die heb je altijd in iedere vorm van communicatie. Dat hebben we zelfs wij hier met en dat kan per situatie staan. Per situatie verschillen, neem ik aan. Dat verschilt zeker per situatie. En dat verschilt dus ook per karakteristiek per situatie.
de kunst van de mediator is om daar juist uit te blijven. Hè? Dat je niet ook dader of slachtoffer gaat worden. Ja. En dat vind ik het mooiste van het vak. Om het zo maar te zeggen. Hè? Dat je je niet laat manipuleren. Hè? Dus dat je met een bepaalde zekere overstijgende blik, en ik hoor Nico dat ook zeggen, naar zo'n situatie kan kijken, naar die mensen kan kijken en dan ingrijpt op een bepaald moment, in een caucus noemen we dat, dat is eigenlijk een apart gesprek met iedere persoon, een gesprek, wat je eigenlijk normaliter in mediations, daar zijn wat discussies over of dat moet of niet. Dat kan ook leiden tot klachten, omdat je natuurlijk niet als andere persoon precies niet weet wat er is gezegd bij dat gesprek waar je niet aanwezig bent. Het lijkt me eigenlijk dat je dit niet zou moeten doen. Jawel, er zijn heel veel mensen dat doen. Waarom wel? Want de ene wordt achtergesteld bij de andere qua informatie. Hè? Jawel, maar als de patronen en de systemen zo zijn tussen twee mensen dat je bij de een aan tafel niet meer kan doorbreken omdat iemand bijvoorbeeld in zo'n slachtofferrol zit dat het niet meer lukt, of in een daderrol, dat kan ook, dan kan het wel eens helpen om ze even uit elkaar te halen en met elkaar te praten op een andere manier in een ander systeem, namelijk alleen ik met jou, met die ene partij. Ja. En dan is het natuurlijk zaak om dan transparant terug te koppelen wat je daar wel of niet hebt gezegd. En ben jij dan ook zo sturende mediator als Nico? Ik denk dat het wel moet in sommige gevallen. Want je, anders blijf je in cirkels ronddraaien. Okay, dat is wat mensen ook niet willen. Hè? Mensen willen ook best een beetje gestuurd worden. Vroeger zeiden we dat niet mocht, dat een mediator dat absoluut niet moest doen. Maar je ziet gewoon dat mediators het vaker doen, omdat ook de klant dat vraagt. Okay. Je wilt iets zeggen? Ja, caucus, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Een tijd geleden nog in de media geweest van wat zeg je wel en niet in een caucus. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten, als je met mij praat, heb je één garantie. Hetgeen wat jij tegen mij hebt gezegd, zal ik nooit aan een ander vertellen. Maar hetgeen wat ik aan jou heb verteld, mag je wel tegen een ander vertellen. Althans, ook tegen een andere partij. Ik neem altijd in gedachten, iemand kan wel voor de zekerheid een bandje laten meedraaien en opnemen wat ik heb gezegd. En ik zou het heel erg zuur vinden om straks bij een klachtencommissie te horen dat ik iemand op het verkeerde been heb gezet of ik heb iets heel lelijks over de ander gezegd. Dat zal ik dus niet doen. Dus ik weeg mijn woorden en ik denk, we moeten vooruit. En Margreet die zegt al, het is belangrijk om dat instrument van caucus ook te kunnen gebruiken. Ja. Dat onderschrijf je. Ja, dat is eigenlijk, als je het niet zou mogen gebruiken, dan kan je net zo goed meteen stoppen. Want vaak heb je gewoon mensen nodig, en zeker als je met iemand met narcisme zit, dat je slachtoffer even een aantal tips geeft. Van let daar en daar op, of zeg dit niet, of zeg dat net even iets anders. Kun je daar iets praktisch in zijn? Hoe kun je nou zelf als partner van een partner waarvan jij vindt dat hij narcistisch is, daarmee omgaan? Ja, dat zijn 1001 variaties in. Dat is voor mij heel erg moeilijk, omdat ik gewoon dat ik in feite niet in die relatie zit. Ik hoor niet wat letterlijk die narcist tegen die vrouw zegt. Het kan ook best zijn dat die narcist, maar toch een beetje een vervelend woord, een logische reactie geeft op het onderdanige van de andere partij. En dan is de vraag van, is die andere partij erbij gebaat als er geen reactie op komt? Misschien vindt die andere partij het best wel lekker om gestuurd te worden. Behalve op een bepaald ogenblik kan de emmer overlopen en van nou gaat het nou weer te erg. Ja, kan ik me iets voor voorstellen. Even terug naar de gescheiden situatie en die ene stip op de horizon die je net schetste met het convenant en dat ouderschapsplan. Eerder zei je nog dat het belangrijk is dat er niet zoveel wordt opengelaten, zodat die manipulatie niet tegengegaan wordt. Welke elementen vind je heel belangrijk om exact te benoemen in een ouderschapsplan? Wat heel erg belangrijk is, de rol van de nieuwe partner. Hoe ga je daarmee om? Moet eerst voorgesteld worden?
heeft die nieuwe partner nog een speciale positie ten opzichte van de kinderen? Kijk, wat ik altijd in een ouderschapsplan tot nu toe heb gezet, en dat is altijd overgenomen op de cliënten, dat is dat als er een conflict is tussen, of het conflict dreigt te komen tussen de nieuwe partner en het kind, de ouder ervoor zal zorgen dat het conflict niet escaleert door de relatie met de nieuwe partner zo vorm te geven dat het geen negatieve invloed heeft op het kind. Waarbij ik een volgende zin heb, omdat wij onvoorwaardelijk kiezen voor onze kinderen. En dat is heel mooi. En tot nu toe is dat volgens de informatie die ik heb, ik bel de mensen wel na verloop van tijd, gaat dat best goed. Onvoorwaardelijke liefde voor je kind wil zeggen dat je niet je laat aanleunen dat een nieuwe partner vertelt wat jij met je kinderen moet doen. Als die nieuwe partner echt ook onvoorwaardelijk voor jou gaat, dan houdt die nieuwe partner zijn mond, zijn of haar mond dicht en laat de relatie tussen kind en de ouder in stand. Hij gaat niet ongevraagd zich daarmee bemoeien. En nog een tip, Margreet, ter afsluiting. Ik laat het hierbij. Ik vind het een mooie afsluiting. Want dat is precies waar het gaat. Het voorwaardelijke liefde. Okay. Dankjewel, Nico Wiggers en Margreet Breukelaar. En dat was het weer, de ronde tafel. Omgaan met de narcistische partner. En u hebt het gehoord, heel belangrijk om de onvoorwaardelijke liefde voor je kind daarin te betrekken. Bedankt voor het kijken. Thank you.